nauwelijks te verwerken krijgen. Vaak te veel om bij stil te staan. Gaat de betrokkenheid en spiritualiteit onder jongeren nog verder dan de afstandsbediening van de tv? Zijn jongeren nog wel geïnteresseerd in de kerk en het geloof? Wat houdt hen eigenlijk bezig? Mirjam, John, Esther en Eelco vertellen hoe zij erover denken. Nee, ik geloof niet in een bepaalde godsdienst. Dus. Oh, ik heb wel een beetje last van bijgeloof af en toe, maar niet echt van... Ja, het is voor mij gewoon een speciale band. Waar ik gewoon een bepaald gevoel vandaan kan halen. Je moet dus allemaal voor zelf weten, net zoals ik voor mezelf weet dat ik nergens in geloof. Ik geloof het ook niet zo erg allemaal. Ik bedoel, als ik mij in mezelf geloof, komt het wel goed, denk ik. Wel leuk zijn. Ja, ja, want anders hebben we ook nog... Mirjam Snel werkt part-time met gehandicapten en doet veel vrijwilligerswerk, waaronder bij de Wereldwinkel in Tilburg. Ze woonde jaren met haar ouders in derde wereldlanden. Geloof betekent voor haar betrokken zijn met het lot van je medemens. In mijn opvoeding was het geloof heel erg belangrijk. We gingen iedere zondag naar de kerk. Mijn ouders die hadden voor het eten, werd uit de Bijbel gelezen. En ik merk dat in mijn opvoeding het gebod heb je naast de lief was echt heel erg belangrijk. Haar vriend John van Laarhoven is timmerman in de bouw. Samen besloten ze om een half jaar vrijwillig op een project voor straatkinderen in Kenia te gaan werken. Voor John had die keuze weinig met geloof in God te maken. Ik kan niet zeggen dat ik er niet in geloof, ik kan ook niet zeggen dat ik er wel in geloof. Daar ben ik naar graag aan het zoeken, in die weg. Ik ben naar Afrika gegaan om daar van die mensen te leren, hoe die mensen leven. Hoe dat ze met het weinige toch zo gelukkig kunnen zijn, in min of meer. En gewoon met die mensen samen te leven. Eelco de Mos zit nog op school. Hij leeft voor God en de rockmuziek. Met enkele vrienden heeft hij in Almelo het hardrockcafé Cascade van Youth for Christ opgezet. Elke donderdagavond draait hij daar stevast zijn favoriete white metal muziek. Een café als ontmoetingspunt voor jongeren is zijn ideaal. Nou, het is hartstikke leuk om te doen, vind ik. Daar heb ik plezier in. Zelfs in school maak ik nog plezier. Voordat ik bij Youth for Christ kwam, toen woonde ik in Winterswijk. En daar had ik kameraden zitten. Gewoon waren een aantal jongens van het kamp, een woonwagenkamp. En ook gewoon jongelui van Wils van Plein. Daar ging het dus mee om. Ja, ik was eerst naar op zoek. Maar ik denk dat ik dacht dat ik het in de wereld probeerde te vinden en kon vinden. Maar daar vond ik het dus niet. Daar kon ik dus geen rust vinden en geen liefde. Maar dat was meestal was de haat en zo tegenover elkaar. Gewoon ruzie zonder elkaar en zo. Esther Roch is onlangs afgestudeerd als onderwijzeres. Als jeugdige diaken ervaart zij de kerk als een vertrouwde plek. Ze vindt het belangrijk om niet alleen voor zichzelf te leven. Ik geef aan het geloof niet zo'n evangelische betekenis. Ik vind dat altijd een beetje eng woord. En ik voel me daar ook niet zo fijn bij om het heel erg uit te dragen. Ik heb meer zoiets van, je moet het door je doen en laten. Laten zien dat je christen bent en niet door woorden alleen. Ik vind wat je voor je naaste kan doen, dat kan je ook terug ontvangen. En ik denk dat het heel belangrijk is om mensen te helpen die je nodig hebben. Ja, door de jaren heen ben ik het wel gaan beschouwen als iets van mezelf. Ik heb zelf die beslissing genomen om ermee door te gaan. En ja, door eigen motivatie ga je wel naar de kerk. Ik sta hier nog maar eentje, nu zal ik het wel op schoonmaken zo, hè. Ah, je hebt de koffie ook klaar. Lekker. We moeten boodschappen doen. Of jullie daar even mee willen helpen als je daar. Schoonmaken moet het snel gebeuren, want bijna 7 uur. Okay. Toen ik hier kwam wonen, leerde ik Marcel kennen. En toen zijn wij met het plan verder gegaan. Ik had het idee van, laten we een hardrockcafé beginnen. Van tijd terug waren we nog de enige white metal café. En we willen gewoon met het hardrockcafé willen we mensen bereiken, de jonge lui, en waarschuwen voor de dingen, voor de duivel en zo. En via de muziek kun je natuurlijk heel veel bereiken. Naar de buitenwereld.
Marcel en Mieke. Op psychedelic super Jesus. En natuurlijk ook op Bright. Voor Afrikanen is het in het dagelijks leven gewoon dat je samen bidt in een groep. En met name in tijden dat het moeilijk is, bidden mensen ook samen. En daar, ja, daar halen ze gewoon hun kracht uit. Gewoon samen zijn, samen bidden. Ja, God staat wat dat betreft veel meer dichterbij, veel meer dichtbij het leven dan hier in Nederland. Ik heb het een beetje weggestopt, een beetje in een hoekje. Ja, ik ben misschien daar heel nuchter in als ik met iemand daarover kan praten, over iets waar me dwars zit. Daar heb ik, vind ik zelf meer baat bij heb als dat ik in mijn eentje op mijn knieën ga zitten of even naar boven ga zitten bidden. Ik heb liever meteen direct antwoord van iemand anders. Ik werk in de bouw, dat verklaart me voor gek, want ja, je gaat 6 maanden naar Kenia toe. Je hebt geen salaris, alles moet je zelf bekostigen. En dan zeggen ze van ja, die zijn denk ik toch meer materialistisch en kijken naar die dollartekens, die guldentekens. En dus zoiets heb ik van, ja, dat hoeft voor mij niet. Ik heb het daar, wat ik daar geleerd heb van die mensen, is gewoon heel erg, is niet met geld uit te drukken. Gewoon alles wat we daar mee hebben gemaakt. Ik merk dat, ja, door mijn ervaring in Kenia ook, en ja, dat je toch op de een of andere manier anders gaat denken. Je accepteert dingen eerder, of dat mensen anders denken, anders zijn. Die ervaring in Afrika draag je toch met je mee. En dat heeft invloed op je handelen hier in Nederland. Ik was er best wel verbaasd over dat de missionarissen niet die vrome heilige mensen zijn of die we altijd denken dat ze zijn. Ze zijn veel dichter bij de mensen en minder dicht bij de Bijbel, denk ik soms. Ik denk dat ik bewuster ben gaan leven. Ik maak bepaalde keuzes bewuster. Ik kies voor het drinken van een bepaalde koffie. Ik kies voor een halve baan. Ik kies om les te geven aan vluchtelingen, om te werken in de wereldwinkel. Ik weet nog dat ik in Den Haag woonde en dan ging ik door de Schilderswijk met de tram. En dan voelde ik me echt opgelaten. Ik was de enige blanke en er zaten allemaal Turken en Marokkanen. En ik voelde me zo opgelaten. Ik ga het zien, ik voel me ook eng. De vragen waar jongeren mee spelen is, denk ik, hoe kun je de Bijbel vertalen naar de tijd van nu? Want het staat eigenlijk ontzettend op zich, de Bijbel. Dat is een verhaal van vroeger, dat is geweest. Maar hoe kan je dat nou vertalen naar nu? Wat kunnen we nu met de Bijbel doen? Net zoals in de kerk waar we nu bezig zijn met het project over vluchten in de Bijbel. En vertalen naar vluchten uit vluchtelingenkampen nu. Ja, ik denk dat voor de kinderen heel duidelijk wordt hoe dat dan vroeger in de Bijbel is geweest. Dat vluchten ook niet zo was van, nou, we trekken weer verder. Nee, ze waren echt op de vlucht voor iets. Iets waar ze bang voor waren. En als je dat vertaalt naar nu, dan wordt het voor de kinderen veel duidelijker. Vond ik het heel moeilijk om toe te geven of te zeggen van joh, ik ben gelovig. Want zeker op de middelbare school werd je dan gelijk als parasiet aangekeken. Zo van, nou, daar moeten we niks van hebben. Ik ben door mijn ouders gelovig opgevoed. Maar daar heeft nooit dwang achter gezeten van mijn ouders uit. Het was wel zo van, tot je 12e ga je gewoon mee naar de kerk. En dan heb je ook nog niet echt een eigen mening. En daarna mochten we eigenlijk zelf weten of we meegingen. Maar omdat het zo soepel ging, heb ik er nooit aan gedacht om niet te gaan. Het werk bij ons in de kerk betekent dat ik veel meer betrokken ben bij allerlei dingen die in de kerk gebeuren. Je hebt veel meer contact met allerlei jongeren in de kerk. En je maakt veel meer deel uit van de kerk. Ik heb niet zeggen kerken, maar ik wil me gewoon niet voegen bij een kerk. Omdat het heel veel te maken heeft met normen en waarden. Dat belemmert voor mij weer het geloven. Nee, ik geloof niet in God. Nee. Nee, mijn familie wel, tenminste mijn familie hier, maar nee, ik niet. Ik vind dat kerken meestal iemand uitbuiten en ze dienen niet voor het belang van de mensen zelf, maar voor,
voor zichzelf meestal. Kijk maar naar de katholieke kerk en daarom is hij eerst gevallen. Ja, zo is het. En onze kerk, er was een dienst. En er was een, er sprak een Molukse broeder die avond. We hadden afgesproken met jongens en meisjes van de jeugd van, kom, we gaan s'avonds gaan naar de kerk toe, gaan we naar die man kijken en luisteren wat hij te zeggen heeft. En dat was ook wel de preek, die sprak me of niet echt zo aan, maar tot op een gegeven moment een liedje werd gezongen. Dat was Outbacking 355. Daar sprongen me de tranen, om maar zo te zeggen, in de ogen. Dat vond ik zo'n mooi liedje. Een tijdje later, een paar weken later of zo, ben ik met onze oudste gepraat van de kerk. En toen heb ik met hun gepraat over de doop. En ik heb dus de keuze gemaakt dat ik me wilde laten dopen. En toen op 27 januari 1991 heb ik me laten dopen in Winterswijk. Kijk, op de maandagavond dan is de bedoeling van, dan is de bidstond. En dan ga je van 8 tot 10 zingen en bidden. En dan worden bepaalde onderwerpen op die avond worden er naar voren gehaald. Nou, bijvoorbeeld oorlog of zo, oorlog in dat land, in Somalië of zo, of hongersnood in de derde wereld. Of de oorlog tussen Amerika en Irak of zo. Ja, allerlei dingen eigenlijk. Gewoon net zoals ik normaal tegen een levend persoon praat, zo praat ik ook tegen hem. De meeste mensen denken van, nou, Christus zei, oh, dat is een saai leventje zo. Ja, die mogen dat niet, die mogen dat niet. En die mogen niet uitgaan en zo. Raarste dingen, die zeggen ze dan, maar niks van waar. Echt niet. Of niet dat het allemaal van die watjes zijn. Dat zijn we helemaal niet. We leven ons ook gewoon lekker uit. Gewoon feest maken. En we zien ook wel veranderingen van mensen. Dat wel. Dus mensen die in het begin heel erg aan te vloeken en zo. Als ze nou vloeken. En je staat erbij en ze zien dat. Of dan kijken ze om en zien ze dat jij er staat en dan zeggen ze van, oeps, sorry. Ja, je moet niet de meest sorry zeggen, je moet die God sorry zeggen. We komen één keer in de maand, één keer in de 6 weken samen in de pastorie. En dan eten we samen en er is een kleine viering. We kijken naar het journaal en dan hebben we een soort bespreking, een discussie. Het 8 uur journaal met Pia Dijkstra. Goedenavond, het nieuws van maandag 10 mei. Jongeren niet tevreden met onderzoek politie naar ME optreden. Volgens de burgemeester was ingrijpen van de politie onvermijdelijk nadat er met stenen werd gegooid. Over het verdere verloop van de demonstratie wilde hij nog geen oordeel geven. Eerst moeten de klachten van de jongeren worden onderzocht. Soms merk je dat geweld vaak heel dicht bij huis is. En dat hebben we vanavond op de tv zojuist bij het journaal ook weer gezien. Het geweld in Bosnië, waar al wekenlang over beelden over te zien zijn. Hè. En zo afgelopen zaterdag ook weer dat geweld wat we gezien hebben met de ME en de jongeren. Hè. Ja, als we het over geweld hebben, wat voor... Ja, die buitencirkel, dat gaat eigenlijk niet over geloven en wat je gelooft en hoe je gelooft. Maar het gaat veel meer over keuzes die je maakt in je leven. Waarom doe ik dit, waarom doe ik dat? En wat vind ik belangrijk in mijn leven? Wij zijn sinds 4 jaar bezig met de werkgroep Jongerendiaconaat. Vroeger werden we niet echt serieus genomen als WJD. Heel erg aan het begin van de mensen. Maar dat we ons zaten te bemoeien met dingen die ons niet aangingen. Maar hoe meer wij op de voorgrond traden en zeiden van ja, we zijn er en we moeten echt serieus genomen worden. Hoe meer mensen ons ook gingen beschouwen als iets wat bestond en waar ze rekening mee moesten houden. En zeker nu we diakens zijn, dan kan je veel meer als jongeren. En dan kan je ook opkomen voor de rechten van jongeren in de kerk.
Zit zij de bar, zit van u? Wij proberen in het nieuwe jaar een jongerencafé op te starten als WJD. Het gebouw op zich is ook geen kerk. Het staat helemaal los van de kerk. En ik denk dat dat een groot voordeel is voor jongeren. We organiseren dan themaavonden. En de bedoeling is dat daar heel veel jongeren uit Rijswijk naartoe komen. Ja, ja, dit wordt het dus. Dit is de ruimte en dat is dan de bar. Dus ja, het ziet er wel gaaf uit. En hier zo'n ruimte voor de gastspreker, want we hebben elke keer een gastspreker. En ja, overal wat tafeltjes neerzetten met stoelen, dat het een beetje gezellig is. Maar dat moeten we nog kijken. Nou, ik vind het heel moeilijk als je beelden inderdaad op tv hebt gezien. De oorlog in Joegoslavië zoals dat nu is. En dan denk je van, ja, moet dat allemaal? En hoe kan dat nou? En er is toch een God die daarvoor zorgt. Maar ik denk dat je dat niet zo moet zien. Wij mensen die maken daar eigenlijk een zootje van. En daar kan God voor de rest niks aan doen. En ik denk dat je dat dan, tenminste voor mijzelf vertaal ik het dan zo. Wij maken er een zootje van. En we moeten het ook zelf zien op te lossen. Ja. Even sterk binnen. Jongens. Dan heb je ook wel eens meningsverschillen met elkaar en ruzietjes. Maar je lost het wel sneller met elkaar af. Je praat eerder met elkaar over. Nou kijk, je vloekt niet. Maar de omgang die is heel anders met elkaar. En met deze jongens, ik weet niet. Hier kan ik ook meer met over bepaalde dingen over praten. Over problemen en zo, die kon ik daar niet. Of ik propte het een beetje op in feite. Over de raarste dingen soms wel. Het geloof, nou ja, seksualiteit. Nou, voor dat soort dingen waar je, ja, waar je best wel mee zit. Nee, we zijn niet zachter geworden. Integendeel, denk ik. Misschien qua woorden en zo wel. Maar qua doen en zo, denk ik gewoon hetzelfde is. En... In mijn vrije tijd doe ik een hele hoop dingen en met name ook een hoop vrijwilligerswerk. Ik help één ochtend in de week in de Wereldwinkel, dan draai ik winkeldienst zeg maar. Daarnaast help ik mee met het organiseren van twee festivals. Ik merk dat ik daar waardering uit krijg. En ik heb nu gewoon het idee dat je niet alleen leeft voor jezelf. Maar soms is het moeilijk, je vervreemdt wat van mensen uit je omgeving. Op verjaardagen wordt er gepraat over een nieuwe auto, dat soort dingen. En ja, het sluit niet helemaal aan waar je zelf mee bezig bent. Dus ik merk dat ik heel vaak mijn mond dicht hou. En ik merk ook dat mensen af en toe zoiets hebben, daar heb je meer aan weer met haar Afrika-verhaal en met haar keuzes maken. En de gezeur, zeg maar. Vriendinnen die bezig zijn met een mooi huis, alles nieuw, nieuwe spullen, carrière maken. Ja, dat toch staat op de een of andere manier verder van jou. Die kleedkamer tent, je moet op een of andere manier een beetje scheef zijn dat die aangekamer. Ja, dat wordt vrachtwagen achterop. Ah, dat is goed. Als we dat maar in de gaten houden. Ja, dan is goed. En daar is het belangrijk dat we die loop
zeg maar tussen de boom en de tent, dat daar geen looppad is. Ja, ik werk vrijwillig op het Wereldfestival, dat betekent heel veel voor mij. Ik neem daar zelf van woensdag tot dinsdags, dus eigenlijk een week vrij voor. En gewoon de sfeer die er hangt van mensen onder elkaar, vrijwilligers, iedereen is daar vrijwillig bezig. Het is zo ontspannen en het is gewoon heel anders dan het bouw. En het is niet uit te drukken in geld of wat dan ook. En dat betekent voor mij gewoon heel veel. Ik doe het omdat ik het leuk vind. En verveeldingen krijg je niks terug, alleen de dankbaarheid. En deze, ja, dat vind ik al heel belangrijk. Waardoor je andere mensen met een heel klein beetje toch zo gelukkig kunt maken. En ik denk dat het toch in een combinatie is. Als je zelf niet gelukkig bent, kun je andere mensen niet gelukkig maken. Het idee van carrière maken, dat heb ik niet. Ik wil graag gewoon een goede juf zijn en daar wil ik carrière in maken. Maar ik werk echt gewoon omdat ik het leuk vind en niet om hoger op te komen. Het is natuurlijk fijn als je een goed salaris hebt en dat je er wat mee kan doen. Maar het materieel goed is niet het belangrijkste voor mij. Dat ligt natuurlijk ook aan de situatie waar je in bent opgegroeid. En ja, ik ben in een heel hecht gezin opgegroeid en ik heb weinig tegenslagen gehad in mijn leven. Dus ik zie het leven niet als moeilijk, maar ik denk dat als je in een achterstandssituatie bent opgegroeid, dat het knap lastig is tegenwoordig. En zeker als je geen baan kan vinden, want die liggen er niet zo voor te opscheppen. Tussendoor, als ik op de fiets zit of zo, praat ik ook gewoon met God. En of die vriend van mij is dat hij naar me luistert. Dat doe ik ook gewoon. Als ik wat wil zeggen of zo, nou luistert hij, weet ik gewoon zeker. En nou, gewoon voor de rest doe ik gewoon mijn dagelijkse dingen. Ik ben niet de hele dagen bezig met geloof. Of dat ook weer niet. Als je in Amsterdam loopt bijvoorbeeld, dan... goed, als wij er een beetje asociaal uitzien, zeg maar. En lopen we daar, nou ja, hasjes. Dan komen ze al op je af. Ecstasy. En dan zeggen wij, nee, hè, hoeft niet, hè, we hebben wat anders. Wat ik leuk van, nou, wat hebben ze dan? Hè? Ja, we hebben Jezus. En daar worden wij high van. Er staat ook raar te kijken van, Jezus, daar kun je er niet high van worden. Het liefst, ik zou eigenlijk een café willen beginnen. Met gewoon echt bij mental café. Dat lijkt me echt, dat is echt een droom voor mij, wat ik echt zou willen. Gewoon donderdag, vrijdag, zaterdagavond, hard rock café. Die echt een naam boven kan zetten, zo bij mental café. En via dat café, zeg maar. Of band kunt opbouwen met jonge lui en zo. En gewoon echt helemaal mee bezig zijn. Echt 100%. Een paar satanisten binnen. En goed, en als je dan wat tussendoor zegt van bijvoorbeeld als DJ's probeer je via de muziek wat over te brengen naar de mensen, waar de songteksten zo over gaan, waar de bands over zingen, of gewoon of mededelingen of zo, weet ik veel. Dat, en als je dan wordt of dat Jezus of Jezus leeft of zo, als je dat zegt, en die of die satanisten zo zitten daar en zo, dan beginnen ze ook te roepen van ja, Satan, heil Satan of zo. Of ze steken ze zo de hand uit, zo. Of gebaren, dat ze Satan steken dus. We draaien nou wel langer dan een jaar. Op 6 februari hebben wij een jaar gevierd, een jaar hardrockcafé. Een jaar vol strijd, vol tegenslagen, maar ook een jaar vol, ja, vol mooie dingen. En in Afrika is het geloof heel dichtbij je. Maar toen mede we daar bezig waren en we hadden een nieuw centrum geopend en er werd een boom geplant. En we gingen met z'n allen rond die boom staan, hand in hand. En er werd
gebeden voor die boom, dat je maar goed zou bloeien. Nou, ik zal nooit van mijn leven mijn eigen achteren in de tuin met mijn familie staan. Of mijn goede vrienden om een boom en daar eens dan bidden. Dat zal ik dus nooit doen. Ja, daar ja, word je toch betrokken bij die mensen. En dan doe je mee. Sta gewoon toch heel dichtbij in je geloof. Boris, blijf de kip af. Ik denk dat het geloof wel kan bijdragen tot een menswaardige samenleving. Maar ik denk ook dat je op moet letten met het geloof. Dat je het niet verkeerd gaat gebruiken. Kijk alleen nog maar momenteel in Joegoslavië. Toch twee verschillende geloven tegen elkaar uit aan het mogen zijn. Ik denk dat je daar heel tolerant in moet zijn. Dat je toch ook iedereen, ook hier in Nederland, maar overal in de wereld, ook moet staan ook voor andere geloven. Deze? Ja? Ja? Wat geloof ik betekent? Deze? Ja? Als geloven betekent alleen voor je geloofsgenoten opkomen en de rest maar zoveel mogelijk uitmoorden, nee, dan heeft het echt... Belangrijk als je ergens in gelooft, ja, want als je ergens in gelooft, ja, waar ben je dan? Ik weet niet, ik geloof in ieder geval, ja. Als er dan een God zou zijn, dan vraag ik me af waarom die al die ellende en wanhoop toelaten. Dus daarom geloof ik onder andere zeker niet dat die er is. Als die al een persoon zou zijn. Wat heb ik er nou aan om in de God te geloven of zo? Ik bedoel, vooral in deze maatschappij niet, toch? Ja, ik denk wel dat je na de dood, dat je dan een leven hebt. Ik geloof daar wel in. Jammer, hè, als mensen in de war raken. Nou. Carolien van Middelaar werkt met demente bejaarden. Soms baalt ze ervan hoe weinig tijd er is voor de verzorging van deze mensen. Dan lapt ze de teamorders aan haar laars en offert haar eigen middagpauze op voor een gesprekje of wandelingetje met een van de ouderen. Volgens haar kan er veel als je maar echt wil. Reugène Rosina kwam op de Antillen al jong in aanraking met de Rasta-cultuur en de muziek van Bob Marley. Orthodox christen ging hij op zoek naar zijn Afrikaanse roots. Rasta werd bepalend in zijn leven als kunstenaar en als reggae-muzikant. Hans van de Ven is geboren op een boerderij in Brabant. Hij heeft onlangs in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in Brazilië zijn stage theologie afgerond. De bevrijdingstheologie is voor hem een inspiratiebron om armoede en ongelijkheid in de derde wereld te bestrijden. De belangrijkste factor daarin die mijn keuze bepaald heeft, is mijn oom geweest die in Indonesië als missionaris werkt als kapucijn. En hij wist mij gevoelig te maken voor theologie, voor geloof en kerk, want dat zou iets zijn wat in de toekomst heel belangrijk zou worden. En hij wist mij te overtuigen dat als je theologie studeert, dat is een compacte studie en met een ontzettend brede kijk op maatschappij, kerk en geloof. Waarmee ik dan, als ik dat zou studeren, dan heb ik een maatschappelijke opleiding en een orthodox. Hans kwam terecht in het grootste ghetto van Rio de Janeiro. Hoog boven de rijkere stadsdelen, aan de stranden van Copacabana, overheersen armoede en geweld het dagelijks leven van de bewoners van deze sloppenwijk. Het is een ontzettend gewelddadige regio, die 2, 3 jaar geleden zelfs van de Verenigde Naties een aantekening kreeg van de meest gewelddadige regio ter wereld. Geloof is iets wat mensen probeert het hoofd boven water te houden. Hoe moeilijk het ook is. En aan de andere kant, theologie voor mij betekent concreet met de voeten op de grond werken aan een rechtvaardige wereld. En de kijk van 2/3 van de mensheid die is niet zo rooskleurig als wij die hier in het Westen hebben.
ze kijkt mensen die compleet monddood gemaakt zijn